We gaan beginnen met proef 28, klasse L2. Jurylid is W.A.M. Gozen. En test die gaat zometeen beginnen met A.C. binnenkomen in arbeidsdraf. C. linkerhand. Hier krijgt ze een 6,5 voor. Er staat verder geen commentaar bij, dus dan zal het goed zijn. Nou, over de AC-lijn. En daarna gaat ze over op de linkerhand. Daarna moet ze EB door een S van hand veranderen. Hier krijgt ze een 5,5 voor. Er staat impuls, MV, meer voorwaarts, denk ik. Te lang AC-lijn. Dus ik denk dat ze te lang op de AC-lijn blijft of te lang rechtdoor gaat. Daardoor de S. Volgens mij is het 4 stappen of 3 stappen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dat is wel lang. Oké, dan krijgen we A, afwenden, wijken voor het rechterbeen. H, hoefslag volgen, een 6,5. Impuls is onderstreept. Dus ik kan afwenden. Bij A, nou dat gaat netjes. En dan nu krijgen we te weinig impuls. Nou, ik zie het niet, maar ik ben geen jury. MXK van hand veranderen in middendraf. K, arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 7 voor. Dus dat is mooi gereden, denk ik. Ja, keurig. Dan krijgt ze A, afwenden, wijken voor het linkerbeen, 10 meter. M, hoefslag volgen, 5,5. Impuls, een takt, regelmaat is het commentaar. Dan gaan we. Nou, het zal, ik weet het niet. E, afwenden. X, halt houden. Krijgt ze een 4 voor en er staat niet getoond. Er staat ook kwaliteit van het halt houden en de overgang. Enkele seconden onbewegelijk stilstaan. Dat doet ze niet, want ze heeft geoefend met in één keer stilstaan. En dan vervolgens direct achterwaarts. Ja, precies. Dus ze had enkele seconden moeten stilstaan. Enkele passen achterwaarts krijgt ze wel een 6 voor. Voorwaarts in arbeidsdraf B rechterhand een 6,5. Vervolgens tussen A en K overgang arbeidsstap krijgt ze een 7 voor. KB van hand veranderen in middenstap B arbeidsstap 6,5. Meer ruimte van de passen en enige verlenging van het frame. Zeggen ze. We gaan even meekijken. Nou, volgens mij is het frame verlengd en stappen haar achterbenen over de indruk van haar voorbenen. Dus hoe ze het dan willen zien, dat weet ik ook niet. Tussen B en M overgang arbeidsdraf, daar krijgt ze een 6 voor. Dus dat is prima. Tussen C en H arbeidsgroep links een 6. Impuls en MS, maar ik weet niet wat MS betekent. Meer iets, weet ik niet. Meer sprong misschien? EBE grote volte op de volte tussen B en E enkele sprongen middengelop een 5. Meer R, tenminste MR, weet ik niet. En meer MV, meer ja, voorwaarts misschien. Dan krijgen we daarna tussen K en A overgang arbeidsdraf. Daar krijgt ze een 6,5 voor. En dan vervolgens AX half groot volte links. Daarbij het paard de hals laten strekken. Krijgt ze een 5 voor. Ik denk dat ze niet laag genoeg komt. Nee, dat had wel lager gemogen. Ik zie half groot volte rechts, daarbij teugels op maat. Krijgt ze een 6,5 voor. En dan krijgen we tussen C en M arbeidsgroep rechts aanspringen een 5 en MO. Ik weet niet wat MO is. BEB grote volte tussen E en B enkele sprongen middengelop een 6. En dan staat hier enige verlenging van sprong en frame. Nou, een 6. Tussen F en A overgang arbeidsdraf, een 5,5. Ja, die is wel rommelig hoor. EB half grote volte, 6,5. Daarna krijg je BX halve volte, halve baan, een 7. Dus dat is netjes. Tussen X en G arbeidsstap, daarna halt houden groeten, krijgt ze een 6. Correcte aanleuning is onderstreept. Gaan even meekijken.
Ja, dat ze wel wat aan mogen doen. Oké, gangen 6,5, impulsen 6, rechtgerichtheid 6,5, harmonie 6,5, houdingen zitten 7, 183 punten. Mooie pony, probeer de gehele proef nog wat gedurfder en meer voorwaarts te rijden, is het commentaar van de jury.